Yo mensen, welkom bij mijn kanaal InfinityNL. Dit is weer een nieuwe Champion Hill Alpha video van Call of Duty. En van InfinityNL natuurlijk. Ik vond de vorige video best leuk gelukt, dus ik wou nog een vervolgvideo maken. Welkom to Champion Hill, friends. Lose all your lives and you're eliminated. Last team standing wins. Ja, dat wisten we al, Grab some gear, so let's go. De vorige keer waren we derde en eerste geworden. Dat willen we natuurlijk nou weer proberen. Ik ga gelijk voor de bar. Die hadden we de vorige keer natuurlijk. En die hadden wij heel goed geüpgraded. Ik heb nou 0 euro, dus ik kan letterlijk nou niks meer doen. Maar we beginnen met de bar. En kijken hoe dat gaat lopen. De vorige keer speelden we met Tom Kenny, voice actor van SpongeBob, maar die is er helaas nou niet bij. We spelen nou met, wie zijn onze teammates? Waar zijn ze? Ze lopen weg. Team Abel was eliminated. Just 10 seconds until start time. Nou, ik vind ze nou al niet meer leuk. Ik wil Tom Kenny terug. Ik vind ze nou al niet meer leuk. Mensen lieven ook de game en zo. Team Abel was eliminated. Nou, dat is wel één minder. Die zijn allemaal potje geliefd. Nou, dat is voordelig. Kans natuurlijk nou groter dat we winnen. Welcome to Champion Hill. And all other teams for the win. Nou wel 3 teammates. Dat is wel heel fijn. Dat is heel voordelig. Dit is eigenlijk wel een beetje mijn minst favoriete map. Waarom? Omdat er zoveel van die destructible environments in zitten. Kijk, als je hier doorheen wil kijken, moet je eerst jezelf eigenlijk soort van laten zien. Waarom? Dit zijn een partij campers, heb ik het idee, jongen. Dat wil jij niet weten. Ik heb er nog geen één gezien. Nou, daar zit die viespeuk. Ik hoop dat jullie sneller uit worden gezet, jongens. Want dit is echt niks wat jullie nou doen. Oké, dit is al open. Destructible environment. Ja, Battlefield heeft dat al heel lang geleden, boys. Ah, wat zijn jullie toch een stel. Wat zijn dit voor een stel vervelende mensen, hè? Verschrikkelijk. Ja, jongens, dit soort mensen hebben jullie dus ook. En dit is wat er dus ook gebeurt met die destructible environments. Mensen gaan erachter campen. Dus dat is niet helemaal fantastisch. Maar we staan niet helemaal laag. We staan gewoon mooi een beetje in het midden. Het had erger gekund. Hopelijk zijn deze mensen iets... Hebben deze mensen iets meer ballen. Ja. Nou, die begonnen al te lopen, zag ik. Oké, wat de hel? Komt er gaan naar... Ja, dit... Oké. Deze mensen hebben ballen. Deze mensen laten zien waar ze van gemaakt zijn. En ik heb nou jeuk aan mijn neus. Het is niet heel leuk. Niet heel voordelig. Oh, ik zag hem lopen. Longshot. Hier zit hij. Ja, hij zit daar achter, toch? Ik ben iemand achterna aan het lopen volgens mij, maar ik weet niet waar die is. You got 10 seconds. Auw, die kwam. Oh, als ik hem nog had, jongen, dat was mooi geweest. That's it. Take their lives. Oké. We hebben 3 levens meer gepakt dan hun. Maar we komen steeds lager te staan. Dat is niet leuk. Zeker niet leuk. En deze kutmap weer. Ik heb nou al een verschrikkelijk hekel aan die map. Het is gewoon een spray en pray map. Oh, hij had veel armor. Dat had ik niet zien aankomen. Ik had niet zien aankomen dat hij ons zo ontzettend veel... You got less than 15 lives left. Oh, ik kan natuurlijk... Oh, wat ben ik een sukkel. Ik heb zoveel geld. Ik kan mijn bar natuurlijk nog... Hier, kom maar op. Careful there. You got under 10 lives left. Kom nou maar op, bitch. Met je kut armor en zo. Ah, dit was een beetje mijn schuld dat het zo slecht gaat op dit moment. Waarom? Ik vergeet gewoon volledig te upgraden. Ik vergeet gewoon dat ik kan upgraden terwijl ik het spel speel. Careful there. You got under 10 lives left. En dat is natuurlijk ook niet al het best. Ik zie ook nog alles mis, dat ook nog eens. You got 10 seconds. Maar jullie weten dat we spelen toch 2 potjes. Dit is een income potje. Op het moment dat jullie dit zien is de alpha echt al lang voorbij. Maar de alpha duurt dus een weekend. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk spelen als ik kan.
En eigenlijk zoveel mogelijk opnemen als ik kan. Het is een bonusronde. We gaan armor kopen. Dat gaan we als eerste kopen. Nou, hier. Wat is dit? Ik weet nog steeds niet waar ik alles kan vinden. Gewoon full armor. Ja, top. En dat was het eigenlijk al wel, want ik heb heel mijn dingen al geüpgrade. Dus meer kan ik ook niet even maken. Een granaatje had leuk geweest, maar hey, het is wat het is. We hebben 6 levens. Maar op elke map is een muntje waar je leven mee kan winnen. Dus misschien hebben we die wel gehad dit keer. Maar misschien ook niet. Welke map wordt het? We hebben al zoveel die shit map gehad. We hebben weer een... Maar, grap. Waar slaat het op? Want... Ja, oké, je krijgt 50 euro erbij. Dat is één ding. Maar wat kun je hebben voor 50 euro? Of konden ze gewoon geen mensen vinden voor ons? Want iedereen is wel aan het vechten nou. Kan ik dat trouwens zien? Ik denk het wel, toch? Ja, hier kun je kijken. Kun je ze een beetje opnaaien. Dat is leuk gedaan. Dat is heel leuk gedaan. Hij zal waarschijnlijk ook gewoon weer terugkomen als een normale game mode. Dat verwacht ik wel. Want in de alpha van Modern Warfare lieten ze de 2 vs 2 game mode zien. En die is er ook gewoon in gebleven. Dus dit zal ook wel een blijvend ding blijven. En dit zal ook wel iets zijn wat ik ga spelen op mijn kanaal als de game op 5 november uitkomt. You got 10 seconds. Over campaign gesproken weet ik niet. Ik vind het niet zo heel leuk om op een campaign te overheen te praten. Commentaar te geven over op een campaign. Want ik wil eigenlijk op het moment dat ik zo'n campaign speel, wil ik het gewoon allemaal even in me nemen. Wil ik het gewoon spelen. Wil ik er gewoon gaan genieten. En dan wil ik niet alles zeggen wat je al lang ziet gebeuren op het scherm. Maar dit vind ik wel anders. Dit vind ik oprecht wel heel leuk om te doen. Kijk, first blood. Zit hij boven? Ik hoor. Oké dan. Oké, daar is iemand geëlimineerd. Daarachter zie je het vuurwerk al. Echt leuk gedaan deze game. Daar ligt een muntje. Ik ga voor dat muntje, boys. Want je ziet het, 4 levens is niet al te veel. Dat is 1 leven. En ik blijf hier ook even zitten, denk ik. Assist. You got 10 seconds. Oh, hij gaat naar boven toe. Ik zag hem naar boven. Nice, we hebben hem. Ik ben gestunt, dat is ook niet leuk, maar... En we spelen... Netjes! Oké, goeie deze. Heel goeie. Wordt het weer een eerste plek? Dat is wel waar natuurlijk iedereen voor strijdt. Het is een soort battle royale. Oh, deze heeft maar 1 leven. Oh, wat? Oh, dat was nog van de andere match. Oh, dat was heel jammer. Oké, dat was heel vervelend. Dat zag ik niet aankomen. Only 4 lives left. Kijk, longshot. Helemaal top. Dit keer hadden we ze wel. Daar ligt een leven in het midden. Die ga ik nou niet pakken, want hun hebben al niet heel veel levens meer. Die kan ik beter pakken als we hun geëliminate hebben. Maar de tijd van mijn opname staat volgens mij precies voor de tijd van de match. Dit is ook niet heel verdedigd trouwens. Ik ga trouwens gewoon een muntje pakken, fuck it. Boom. Ze zijn niet geëliminated. Dus eentje zit heel vies ergens te campen, maar waar? Ik hoor daar iets gebeuren. Hé? Ik weet niet waar ze zitten, joh. Je hebt 10 seconden! Hier binnen. Ja, we pushen met... Pushen op 2. Oké, jij pusht al. Oh, daar zit hij. Charlie's down for the count. You flattened team hell. Right, take a breather, you lot. That's it, take their lives. Lekker hoor. En dan gaan we weer. Gaan we weer eerst het plekje pakken. Trouwens ook even shout out naar mijn teammates. Want ja, dat kan ik niet alleen. Boy. Ja, ik ga deze een beetje uppen. Wat is dit? Een bommetje heb ik. Die wil ik ook wel kopen, ja. Eens kijken. Coast vind ik leuk. Double time. Kan ik een streak kopen? Of heb ik nou al te veel? Nee, spyplane. En full armor. Kijk. Helemaal leuk. 10 seconds left. Ik heb geen secondary weapon, maar dat vind ik... Hé, hey, deze is gewoon gratis, joh. Die frag grenades zijn gratis. Oké, maar dat verandert de zaak. Dan ga ik denk ik geen granaatje meer kopen. Zeker. Granaatje is een granaatje, toch?
kan toch niet zo naar één granaatje steeds per se beter is? Want in normale matches kost het ook niks. Dus ik denk dat ik niet heel veel meer ga uitgeven aan speciale granaatjes en shit. Kijk, hij komt hier, hè, let op. Oké. Okay. Ja, oké, okay, als ik daar nog werd neergehaald, dan dat had ik niet zo leuk gevonden. Waarom de fuck kan ik hem niet raken? Mijn armor is helemaal weggeschoten. Wat is dat nou voor bullshit? Wat was dat nou weer voor de insane bullshit? Een gasgranaat. Hij komt hier. Oh, te laat. Ik zag het te laat. Ik ga misschien het volgende potje toch wel een ander wapen proberen als de bar. Gewoon voor de video, want anders zien jullie me alleen maar spelen met de bar. En dat is dan misschien nou wel mijn go-to weapon. En misschien moet ik me ook wel blijven met waar ik me comfortabel bij voel. Maar... Ai. Ik wist al even een tijdje dat hij daar zat, maar ik wachtte er even mee. Eens kijken. Ah, hij wist ook al lang. Ze hebben volgens mij ook een spijplane in de lucht hangen. Dat kan eigenlijk niet anders. Dat kan bijna niet anders. Oh, ik moest even mijn dingen kijken. Het ging even verkeerd. Ah, ik werd afgeleid. Oké, kut. Oké, dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Dat kan onze... Only two lives. Steady now. Dat kan onze win kosten. Zit hij ondergronds? Waar zit hij? Je smash, Team George! Nou, boys, ondanks dat ik even werd afgeleid net. Toch 12 eliminations, 2 team eliminations, 2 echte levens. We hebben een eerste plek te pakken, eerste ronde. Dus ja, jongens, we gaan gewoon gelijk door naar het volgende potje. Yo mensen, we zijn weer terug bij het volgende potje. We hadden net een leuke eerste plek gehaald, dus ik weet niet hoe het beter kan deze keer. Of tenminste gewoon weer de eerste plek. Het kan eigenlijk alleen nog maar stuk gaan. Dus we gaan eens beginnen. Let's go! Eliminate your opponents to get more cash. Eens kijken wat ik ga pakken. Dit wapen vind ik zelf al best wel chill. Dit wapen vind ik eigenlijk, dit is de MP40, die gaan we sowieso houden. Dat is ons starterswapen. Full armor ga ik halen, dat is een go-to ding. En dan kan ik mijn wapen uppen. En als het goed is zijn de granaatjes gratis, toch? Oh, die heb ik al geëquipt. Nou, helemaal leuk. Helemaal leuk. Just 10 seconds until start time. Dit was het, 10 seconden boys. 10 seconden, dan gaan we erachter komen. Hoe het potje gaat lopen. Mocht ik niet eerste plek kunnen krijgen, wil ik misschien mijn kill aantal van 12 kunnen verhogen, op zijn minst. Dat is wel interessant. Kijken tegen wie we gaan spelen. Maar we gaan voor die eerste plek. Welcome to Champion Hill. And all other teams for the win. Gelijk mijn wapen even geüpgraded van het geld dat ik had. Nou, vergeet ik dat niet. Ik ga een granaatje die kant op gooien. Daar ging bijna. Als ik even stil ben, dat betekent dat ik maar even aan het concentreren ben. Waar ben je, bitch? Oh, dat was heel dom! Oké, ik ga niet meer op dat dingetje staan. Dat is niet heel erg handig. Maar dat had ik ook wel kunnen verwachten. Oeh, dat was een lekker killetje. Oké, daar kon ik nog niet eens reageren. Zover ik heb gezien, de hitdetectie en alles en de time... De time to kill is best wel chill. En dat is ook heel belangrijk. Want als dat niet zo is... Kijk, we hebben dit, ja, ik geef het wel eerlijk toe, we hebben dit niet heel erg lekker gedaan. Dit ging niet zo heel goed, maar we staan nog wel enigszins bovenaan. Maar ik wil wel dat het wat beter gaat. Ja, maar meer dan mijn best kan ik niet doen. New opportunities. Ah. Oké. Concentratiemodus gaat aan. You got less than 15 lives left. Minder lullen, meer praten. Of wat? Minder lullen, meer spelen. Uh-huh.
kill. Netjes. Terug killen. Ik wil wel even zijn spullen hebben. You got 10 seconds. Er zit hier iemand. Waar? Okay. Nou, het ging weer niet helemaal lekker. Nou, op het moment dat de enemies meer levens hebben gepakt dan, dan ons, dan gaat het natuurlijk niet zo heel goed. Ah, dit is die... Wat? Kijk, waarom vind je dit een kutmap? Ja, nou, precies hierom. Dankjewel dat je vraagt. Wat een kutzooi is dit, zeg. Oh, hij had vol Elmog. Verschrikkelijk. Even mijn wapen upgraden, want het kan. 5 lives left! Het is natuurlijk een MP40. Het zweet staat op mijn voorhoofd hoor. Only 4 lives left! Dit is zo'n zweetmap, dit is verschrikkelijk. Hier, dan ga ik ook maar zo vies lopen doen. Niet zo leuk hè? Oh! Ja, ik wou hem weggooien. Ik kon hem niet meer weggooien. Shit. Het is wel even een brute manier om dood te gaan. Oké, ik heb je. En ik heb jou. Maar het is weer niet zo helemaal lekker gegaan. En de hond heeft er ook weer zin in, zoals je ziet. Dit wordt een afgang. Dit wordt gewoon een verschrikkelijke afgang. We staan helemaal beneden. Ik moet wel even heel... goed gaan kijken wat we gaan kopen. Ik wil heel goed wel gaan kijken wat ik ga kopen. Spyplane, armorplane. Oké, we gaan het gewoon doen. Dit gaan we gewoon zo doen. Ik heb al, we hebben ook helemaal niet heel veel geld verdiend. Ik heb nog wel wat armor. Ik heb nog 2 streepjes armor. Dus dat komt helemaal. 10 seconds on the clock. Boys, we gaan het gewoon goed maken. We gaan het recht trekken. We gaan de eerste plek gaan we. Ownen, we gaan het doen. Dit gaan we gewoon doen. 0 levens. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Afschuwelijk. Spyplane zit in de lucht. Hij stond daar niet op te letten, dat is voordelig. Wat van waar? Wat? In de toren, oké. Okay. Oh ja, ik kan natuurlijk ook niet meer respawnen. Ik kan niet meer respawnen. Teammate, in de toren! Hij zit boven je! Oh. Tering, 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 tering. Team's eliminated. Take a breath. Jongens, get back out there. Van een eerste plek naar een zevende plek. We binden er geen dingen over, we binden er geen doekjes om. Dit ging verschrikkelijk. Dit ging afschuwelijk. Maar toch bedankt voor het kijken. Willen jullie abonneren op mijn kanaal? Dat zou mij heel leuk. Dat zou, zou ontzettend leuk zijn. En dan zie ik jullie in de volgende video weer terug. Later mensen.